Na landelijk de beste slagingsresultaten te hebben geboekt voor de MULO-eindexamens en ook op middelbaar niveau bij het IMIO en Kweek A, hebben ook de zesde klassers van de basisscholen in Nikeri bewezen dat wanneer het op studeren aankomt, het reisdistrict al enkele jaren het voortouw in handen heeft in Suriname. Met 67,72% voor het MULO landelijk hebben de zesde klassers van Nikeri het beter gedaan dan de rest van Suriname. In het reisdistrict hadden 632 leerlingen meegedaan aan de toets, waarvan 98 de klas moeten overdoen. Reports was aanwezig bij de uitslag op de openbare school Zeedijk. Op deze school is het slagingsresultaat 100%. Je weet het, zeg het weer. Je krijgt loon naar arbeid. Hoeveel leerlingen telde de zesde klas? Het geheel is dus? Wat is het geheel? Ik kan jullie niet wegsturen als je me niet kan vertellen wat het geheel is. Achtste deel. Welke deel ben jij? Welk deel heeft Jason Jackson? Welk deel heeft Latifa? 1/8 deel. Vandaag een beetje anders. Je ziet daar de flitsen gaan. En als ik ga optellen, Jason, 1/8. Latifa, 1/8. Chaylin? 1/8. Talisha? 1/8. Melani? Latushka? 1/8. En als ik alles heb opgeteld? 1/8. Dus hoeveel procent? 100. Nog een keer, dus hoeveel procent? 100. Nog een keer, dus hoeveel procent? 100. Het is zo dat wij als inspectie jullie zeker vanaf 2008 hebben gevolgd. En het is gebleken dat deze school, voor wat betreft het resultaat van klasse 6, zeker schommelde boven de 80% elk jaar. Ja? Maaike Alvast. Maar in de afgelopen periode is de 100% nooit gehaald. Toch? En omdat dit schooljaar iedereen het heeft gehaald, iedereen als advies heeft gehad, MULO, en daarom dat we vandaag hier zijn, om in feite jullie de extra aandacht te geven, en dat daarnaast ook alle andere kinderen hier, ook de kinderen van de vijfde klasse die over zullen gaan, jullie een beetje te poweren van komend jaar, doe je best. Ja? Doe je best, en dan haal je het wel binnen een jaar. Aan de andere kant moet ik jullie ook zeggen dat dit resultaat is behaald. 1. Door het hard werken van jullie. Jullie hebben je best gedaan. Ja, dat is 1. 2. Natuurlijk ook omdat de leerkrachten hier ook de volle ondersteuning hebben gegeven naar jullie toe. Natuurlijk in samenspraak met de leiding van de school. Wij hebben ook onze moeite gedaan om bijvoorbeeld te beginnen met de naschoolse opvang, dat heeft ook geholpen natuurlijk. En niet te vergeten natuurlijk factor de ouders. Zonder de ouders kon het misgaan. Maar ik ben blij dat ook ouders hier nu aanwezig zijn. En de ouders die nu niet hier zijn, wil ik natuurlijk ook een beroep doen dat ze steeds hun kinderen moeten blijven volgen, hun kinderen blijven stimuleren, totdat zij dan aan het eind over zullen gaan of zullen slaan. Zowel onderwijsinspecteur Roy Katisa als schoolleider Diane Hofdom hebben de geslaagden bemoedigende woorden toegesproken. Zij vroegen de leerlingen zich op dezelfde wijze te blijven inzetten tijdens hun verdere studie. Jongens en meisjes, het is een traject die jullie hebben gehad, ook voor jullie daar allemaal achterin. De anderen gaan het later horen, maar voor jullie stopt het vandaag. Je hebt de basis al gelegd. De basis,
waarbij je vandaag naar huis gaat met je getuigschrift. Ja? Maar laat het niet daarbij blijven. Het is maar de basis. Je moet het verder gaan uitbouwen. En je kan het alleen doen als je na vandaag, na 1 oktober, wederom je uiterste best doet. Want daar gaat het zeker anders over of je je school of een middel school. Kunnen we dat afspreken, jongens en meisjes? Ja? Goed. Ik wil de ouders dankzeggen dat ze achter hun kinderen hebben gestaan. En ik wil de leerlingen dankzeggen dat ze zelf hun best hebben gedaan om dit resultaat te bereiken. Yes? Ik zou zeggen, hou OSCD hoog. Ook waar je gaat. Ga je naar Mulo West, ga je naar Mulo 3, Mulo 2. Het doet er niet toe. Ga je best doen, want dit is de eerste trein van die ladder die je opklimt. Yes? Je bent er nog niet? Dit is het begin. Yes? We gaan straks blauw aantrekken. Draag het blauw met een waardigheid. Volgens Katisa is het de eerste keer dat de OSC-dijk een slagingsresultaat van 100% heeft behaald. Echter is het resultaat van de school de afgelopen 7 jaar steeds boven de 80% geweest. In elk geval, elk jaar hebben we dat in een keer. En dit jaar is het dus OSC-dijk die dus 100% heeft behaald. Vermeld natuurlijk dient te worden is dat zeker 7 jaar lang we de school hebben gevolgd en het resultaat was iets boven de 80% en ze hebben het nooit gehaald en dit jaar hebben ze het gehaald. Ja. Zo, schoolleider OSC Dijk, gefeliciteerd, 100% geslaagde. Ik heb begrepen van meneer Katisa dat uw school niet makkelijk onder de 80% komt. Hoe presteert u het? Je gaat een beetje beter naar de leerlingen kijken. Opletten en als je weet dat kinderen het beter kunnen, dan ga je niet toestaan dat ze minder presteren. Kijk, op een gegeven moment is niet iedereen met hetzelfde, met een hoge IQ geboren, maar je kijkt naar wat de kinderen kunnen. En als je weet dat eentje een 8 kan krijgen, dan ga je niet blij zijn als dat kind een 6 of een 5 scoort. En daar ga je tegenaan, je gaat praten, kijken van hey, wij gaan het optrekken naar jouw capaciteit. Dat gaan we zeker doen. En als dat lukt, Miska, dan heb je het. Heb u getwijfeld aan bepaalde van uw leerlingen? Getwijfeld, kijk, het is zo dat de toets meestal een beetje slechter gaat. Ja toch? Toets hebben niet alle kinderen even mooi gepresteerd. Maar toen we de scores binnen hadden, dan hadden we wel een beeld van. U hoort de onderwijsinspecteur Katisa en schoolleider Diane Hofdom, die trots is op haar zesde klassers met het behaalde slagingsresultaat van 100%. Na Nikeri volgt Saramaka op de tweede plaats met 213 geslaagden voor het MULO, 67,19% landelijk. In Saramaka hebben 317 zesde klassers de toets gedaan en moeten 50 leerlingen de klas overdoen. Paramaribo zit met het grootste aantal kandidaten op een slagingspercentage van 2702 leerlingen, 58,89% voor het MULO. Van de 4588 leerlingen die de toets hebben gedaan, moeten 740 het jaar overdoen. Het landelijk gemiddeld toetscijfer is niet rooskleurig. De leerlingen scoren landelijk gemiddeld 4 voor redactiecijferen, voor redactie, rekenen en cijferen en 5 voor hoofdrekenen. Voor tekstbegrip en algemene taalkennis zit de score op 5. Ook bij het landelijk gemiddelde eindcijfer komt het cijfer voor redactie, rekenen en cijferen en voor hoofdrekenen niet hoger dan 5.